Als wij water de ruimte niet geven, dan neemt water ruimte. Dus laat water sturend zijn. Laat water gewoon de weg wijzen. Op allerlei manieren, van minder waterverbruik naar innovatieve manieren om dat water weer het land in te brengen, vast te houden. Daar moeten wij als waterfamilie in gaan investeren. Eigenlijk waren er verschillende opgaves die samenkwamen. Dit was een landbouwgebied, maar om te voorkomen dat de steden aan elkaar zouden groeien, wil de provincie graag hier een soort groen-blauwe zone doorheen. Recreatiegebied. Tegelijkertijd kwam Hoogheemraadschap van Rijnland, die had een probleem met waterberging. Door verharding in de stad enerzijds, maar vooral ook doordat er steeds vaker hele heftige neerslag is. Dat is een onomstootbaar gegeven dat het klimaat verandert. Nou, als er nog iets geboden is in de komende decennia, is dat wij ons aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden. Ook proberen dat terug te dringen waar dat in ons vermogen ligt. En vervolgens te zorgen dat wij ook in dit laag gelegen gebied kunnen blijven wonen. Zo'n plek in de Randstad, ja, daar wil men nog bouwen, daar wil men van alles. Dus het was heel belangrijk om met elkaar hier een goede oplossing te vinden. En op een gegeven moment heeft de provincie de partijen bij elkaar gebracht en dan een duw aangegeven. Dat vind ik ook echt de rol van het middenbestuur. Daarbij zag ik als landschapsarchitect ook echt de kans om een aantal functies goed met elkaar te verbinden. Nou, is er bij Stompwijk een aflaat gemaakt, zodat er hier geborgen kan worden. En dat gaat in totaal om 2 miljoen kub water. En dat gaat ongeveer met 10 kub per seconde komt het gebied in. Je kunt hier wandelen, je kunt hier fietsen, je kunt hier met een bootje varen, je kunt hier vissen, je kunt hier zwemmen. Van de winter is er zelfs geschaatst. Natuur, recreatie en water gaan goed samen. En ik denk dat dat de kern van het succes is. In onze stad zie je dat er een aantal gebieden zijn waarbij je eigenlijk heel veel problemen of opgaven bij elkaar komen. Wateroverlast, hitteproblematiek, ook het meer kunnen vergroenen van de stad. En wat we nu aan het doen zijn, is samen met een aantal partners kijken hoe we de koele routes in Arnhem kunnen gaan aanleggen. Koele route in de stad is een route om te zorgen dat mensen op een koele manier door de stad kunnen, ook als het warm is in de zomer. En dat doen we met name ook omdat we zien dat onder andere door de vergrijzing er steeds meer ouderen zijn in de stad die daarin in de zomer echt moeite hebben om hun dagelijkse dingen te kunnen doen. We bevinden ons hier echt in een hittegebied. Als je 's avonds in de zomer met je hond de straat uitloopt en je loopt naar een groen gebied hierachter, dan merk je gewoon een verschil van bijna 6, 7 graden. Ik zie als wethouder dat mensen zich zorgen maken over de klimaatverandering en dat ze graag iets willen doen. En ik vind het heel erg belangrijk dat wij daarin als gemeente ook laten zien dat we dat samen met die bewoners veel beter en sneller en groener kunnen doen. Als bewoners van de binnenstad, van het centrum van Arnhem, worden wij door de gemeente in staat gesteld om onze ideeën te realiseren. Waarbij er dan een afspraak wordt gemaakt dat de gemeente zorgt voor de realisatie en wij zorgen voor het onderhoud bijvoorbeeld. Klimaatadaptief omgaan met onze openbare ruimte is, zoals al vaker wordt gezegd, het nieuwe normaal. Wat we hier gedaan hebben met de bewoners is tegels eruit, aarde erin, groen erin en ja, je ziet het meteen effect. We staan hier niet alleen bij het Amsterdam-Rijnkanaal, maar we staan hier specifiek nog bij het gemaalde aanvoerder. En die voert vers zoet water aan voor die momenten dat het bij Gouda, waar het normaal naar binnen komt, veel te zout is geworden. De laatste jaren moet je denken aan 1 keer per 10 jaar dat zo'n ingreep plaatsvindt. En dat lijkt dus een enorme investering, want er wordt veel geïnvesteerd voor iets wat zich maar 1 keer in de 10 jaar voordoet. Maar als het zich ook voordoet, dan is de schade niet te overzien als je niet over het goede water beschikt voor deze teelten. Dan moet je toch wel denken aan velen en vele miljoenen. Dat kan bedrijven gewoon de kop kosten. We zien dat mede vanwege die klimaatverandering, zeespiegelstijging, als het heel erg bar en boos wordt, wordt het een aantal malen per jaar. Dan laten alle voorspellingen zien. En dat betekent dat dit als noodmaatregel op een gegeven moment, voor je het weet, een standaardmaatregel gaat worden. Het is een moeilijk probleem, want het conflicteert met andere belangen. Bouwen, wegenaanleg
elke functie die heeft wel iets met water. En dat vraagt steeds weer om een juiste afweging. En soms moet je nou accepteren dat er schade zal ontstaan. Wat heel belangrijk is bij de ruimtelijke inrichting van Nederland, is dat we ons realiseren dat we een delta zijn. En dat de inrichting van dit land bepaald wordt door hoe het water loopt. En voor een deel kunnen wij technici de loop van het water beïnvloeden. Maar het water als uitgangspunt te nemen voor de ruimtelijke ordening is een hele verstandige zet. Ja, de kracht van water is fenomenaal. En dat kan angstig zijn. Aan de andere kant investeren we zoveel in de rivier, zijn we er zoveel mee bezig. En hebben we de rivier ook wel zo goed in de vingers, dat ik niet heel snel angstig ben voor de rivier. Ecologen zijn laaiend enthousiast over wat hier de afgelopen 20 jaar aan natuur ontstaan is. Dus buiten dat je die dorpen veilig houdt, geef je er ook heel veel voor terug op een andere manier. Om dit soort mooie projecten te maken hebben bestuurders met lef nodig. Lef om te besluiten over een langere periode. Lef hebben we nodig om geld te reserveren. Veel geld. En we hebben bestuurders met lef nodig om zich niet op één doelstelling te focussen, maar op meerdere. Het is innovatief om met een meerdere doelstelling te werken. Dus bij Grensmaas hadden we 3 doelstellingen. De grindwinning, natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid. Dat is lastig, maar het versterkt elkaar ook. Om de opgave aan te kunnen, de hele klimaatverandering, zullen we moeten innoveren. Hoe we tot besluiten komen, hoe we onze processen inrichten en op het gebied van technologie. Het hangt allemaal aan elkaar. Alles bij water hangt aan het andere water vast. Het is één groot systeem, dus je moet het ook als systeem beschouwen.